we waren extreem blij met de uitkomst van die nummers. Deze EP is opgenomen in Amerika. Waarom? Nou, we luisteren heel veel naar Amerikaanse bands en dat is waar wij een voorbeeld aan nemen. En dat zijn allerlei bands, een beetje in het genre van wat er op de Fans Warped Tour speelt. Dat is, dat is op zich wel een dwarsdoorsnede van de muziekstijl die wij veel luisteren. De bekendste bands daarvan zijn Paramore, Fall Out Boy, dat soort bands. Ja. En daar worden we door beïnvloed en dat soort muziek willen we maken. En de producers die dat soort bands hebben gedaan, die zitten allemaal in Amerika. En die hebben we dus benaderd eigenlijk allemaal. Onder het motto van ja, het zou te gek zijn als ze ja zouden zeggen. Nee, heb je ja, kan je krijgen. En hoe gek wij het ook vonden, vier producers die hebben dus teruggemaild met dat ze op basis van die demo's die we hadden gestuurd, dat ze het wel wilden doen. En dus toen ging er bij ons echt het dak eraf en we vonden het zo vet om te horen. Dus toen hebben we er eentje gekozen in overleg met het label. En dus we hadden ook het geluk dat het te financieren viel. En we hebben echt fucking tijd van ons leven gehad daar. Dat is echt cool. Jullie hebben zelf die producers benaderd van hoi, wij zijn Destin, dit is de muziek die we maken. Kunnen jullie er wat mee? Ja, eigenlijk exact zo. Ja. En, niks meer, niks minder. Ja. Ja, we hadden dan demo's gestuurd van ideetjes van nummers die we hadden. En dat viel blijkbaar in de smaak. Dat, ja, of wat dan ook de reden is dat ze met ons wilden werken. Maar uiteindelijk hebben we met James Paul Wisner opgenomen in Florida. We hebben een maand gezeten en dat was echt een te gekke ervaring. En ik had echt het idee dat hij oprecht onze nummers gewoon erg goed vond. En dat is echt bizar om te merken, omdat hij dan ook gewoon met bands heeft gewerkt in nu gewoon platinum sellers. Van zichzelf gewoon luisteren. En, Die een miljoen platen verkopen, daar heeft hij gewoon mee gewerkt. Ja, je dus werkt gewoon met de man die gewoon ook gewerkt heeft met onze favoriete bands, weet je. Dat is echt absurd. Wat voor type is James Paul Wisner? Nou, hij... Wat voor type? Ja. Beschrijf hem eens. Extreem sportief. Hij is heel sportief, heel erg gedisciplineerd. Ja, dus eigenlijk is het de meest gedisciplineerde man die ik ooit heb ontmoet. Ja, perfectionist. Echt het, als je denkt van nou, je hebt 10 takes gedaan, je denkt van nou, dit was natuurlijk perfect. Hij zei, nee, dit kan natuurlijk nog veel beter. Hij is echt te pushen om nog strakker, nog beter. Ja, echt, hij heeft heel veel oog voor detail. Een beetje kluizenaar denk ik wel. Hij zegt volgens mij non-stop zit hij daar gewoon in zijn studio gewoon werken. Hij vindt het super. En, We hadden op een gegeven moment ook gesprekken over de muziekindustrie in Amerika. Van ja, misschien heb jij nog contacten. En hij zei van ja, ik weet niet wat het is. Ja, ik zit gewoon alleen maar hier in mijn studio te werken. En ik heb weinig contacten verder buiten de deur. Hij houdt zich daar gewoon niet echt in bezig. Hij kan één ding heel goed en daar focust hij zich ook gewoon compleet op. Maar wat is dan zijn inbreng op jullie nummers? Nou, we hebben wel pre-productie gedaan. Dus dat houdt in dat je de nummers doorspeelt en kijken wat er compacter of juist beter aan kan. En hij heeft daar zijn input in gegeven en daar hebben we wel veel aan gehad. Omdat hij dan net kleine details heeft aangebracht die dan net wat sterker waren bijvoorbeeld. Ja, gewoon heel concreet zegt hij van nou, dit stuk vind ik te langdradig of dit stuk... Misschien is een ander drumritme vet, probeer dat eens. En dan ga je gewoon kijken, van, ja, werkt dat en wordt het liedje daar beter van? En over het algemeen was dat... Maar het allerbelangrijkste vind ik gewoon dat hij de trucjes kent om de sound zo ongelooflijk dik te maken. Want, achter de knoppen gewoon. Hij heeft bepaalde trucjes die hij dan toepast op dingen. En uiteraard kijk ik dan heel geïnteresseerd achter zijn schouder mee. Ja, en wat we net al zeiden, want hij hamert echt op dat je echt nog naar een volgend niveau pusht qua... Qua strakheid en qua spel. Ja, dus gitaren moeten van hem extreem strak zijn. En drums trouwens ook. Ja, en knalhard. En drums moeten vooral extreem hard zijn. Er zijn allerlei van die filosofieën waar wij ook gewoon 100% achter staan. Dus we zaten wel echt op één lijn wat dat betreft.